Hey Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie, video nummer 26. En in deze hele belangrijke kijkvideo, dus geen doelopdracht maar even kijken, heel belangrijk, gaan we het hebben over Modifiers. Modifiers, echt zo'n woord dat je kan zeggen als je je teen stoot zonder dat iemand zegt, eh, wat voor een lelijk woord zeg je, Modifiers. Hey, maar wat zijn het en waarom zijn ze zo belangrijk? In deze video kom je erachter. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou: ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel op geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Oké, okay, Modifiers dus. Hey, video 26, deze dus. Tot en met 33 ga ik een feestje van maken. En ik noem het het Modifierfeestje. Hoezo? Nou ja... Ja, kijk, want die modifiers zijn heel erg goed om te weten. Voordat ik ga uitleggen wat ze zijn en waarom ze zo belangrijk zijn. Oké, okay, even een kijkje in het grote Mega Blender boek. Te downloaden van mijn site, uiteraard. En als we kijken naar uh, alle video's. Nou, Blender 1, deel 1 leer de basis. Hebben we allemaal gedaan. Lop, maak je modellen, zet je tekeningen in Blender. En maak je wereld vierkant blok. Dat is video 2425. De vorige, gezien, zijn nu bij 26. Een hele belangrijke kijkvideo. Er zit nog geen. Doe opdrachtje bij, maar gewoon even kijken. En de volgende video's, dus het modifier Hoo! Is 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33. Daarin komen de belangrijkste modifiers voorbij. En daarna heb jij kennis van edit mode heb jij uh, door wat modifiers zijn en kan je dus aan de slag met het maken van 3D modellen. En trouwens, dat uh, hele modifier feestje is niet verplicht om te kijken, want ik ga ze één voor één gewoon behandelen. Maar ze komen natuurlijk ook gewoon weer terug als ik echt laat zien hoe je die modellen maakt. Uh, stone mode, poppetjes, Sinterklaas, haai vlaggetjes en al dat soort dingetjes. En daar zie je natuurlijk wel die vlammetjes uh, bij staan, want het is heel belangrijk om dat te kijken natuurlijk, want je moet wel weten hoe je die modellen moet maken. Dus je hoeft ze niet allemaal per se te kijken, maar kan je uiteraard natuurlijk wel sterk aanraden. Die modifiers dus. Eh, je moet het zien als effecten. Kijk, dat woord vind je niet terug in Blender. Een effect of zo. <laughs> het is een modifier. En dat kan je ook vertalen als aanpasser. En ze zijn ook stapelbaar. Dus je kan er eentje op je modellen gooien. En dan nog meer en nog meer en nog meer. En samen kunnen ze hele vette dingetjes doen. En het heel belangrijk aan modifiers is dat ze niet kapotmakend zijn. En dat is eigenlijk een uh, beetje een kromme Nederlandse vertaling van het Engelse non-destructive. Ze maken het niet kapot. En wat bedoel je met kapot? En is kapot heel erg? Ik laat het je zo zien. En het zijn er heel erg veel. Er zijn heel erg veel verschillende soorten modifiers in Blender te kiezen. Dus ja, welke ga ik? Gebruiken om het eens even te demonstreren, de bevel modifier en nog drie. De bevel modifier ga ik een demootje van geven. Ik ga ze nog combineren met nog drie modifiers. En moet je eens even kijken wat voor een vet effect je daarmee kan krijgen. Ik heb hier in Blender twee blokjes. En uh, ja, wat is het verschil zou je zeggen? Mm, even goed kijken. Nou, er zit niet zo heel veel verschil tussen. Zo op het eerste gezicht, het is gewoon een standaard kubus, maar de uh, randen en hoeken zijn mooi rond gemaakt. Nou, het is vaak heel mooi om dingen rond te maken, want als alles zo superrecht is, dan zie je gelijk van: oh, het is in de computer gemaakt. Maar in de echte wereld is niks zo superrecht. En het heeft van alles nog natuurlijk een, een ronde rand. Maar goed, wat is dan het verschil tussen dat blokje? Hmm. Ik laat je nog even over nadenken, want eerst wil ik dit nog even laten zien. Kijk, je kan op zijn blokje klikken en met rechter muisknop krijg je een menu. En dan vind je hierboven aan het menu Shade Smooth of Flat. En er staat als je op Shade Smooth klikt, dan zie je dus, kijk, dan zie je die vakjes van de vertices of de vlakken eigenlijk niet meer. En dan maak je dat mooi uh, glad. En als ik dat terug heb, dan druk ik weer rechter muisknop in het menu op Shade Flat, maar in filmpje nummer 32 meer over dat Shade Smooth en Flat en uh, over verschillende opties die je kan aanvinken in verschillende viewmenu's. Zo, genoeg tijd om de verschillen te ontdekken? <laughs> nee, een beetje flauw. De verschillen, ik zal het uh, onthullen. Kijk, dit is uh, gewoon een object met een ronde rand, maar dit object, dit blokje, heeft een modifier. En die vind je, zal ik zal even mijn pijltje erbij pakken. Daar, daar terug. Hier heb je alle de properties panel. Um, en hier vind je dan een uh, tand, nee tand hield je, nee zo'n wrench in het Engels. Een steeksleutel, denk ik dat het Nederlandse woord is. Zo'n gereedschapje. En hier vind je dan een uh, modifier, in dit geval de bevel modifier. En hier heb je een drop-down menu. En daar vind je alle mogelijke modifiers. En het is een beetje opgedeeld in vier categorieën. Uh, deze, <laughs> en categorie generate Categorie divorm en uh, physics. Nou, het is echt ontzettend veel. En zoals gezegd, in de komende video's ga ik de, de belangrijkste belangen. Maar dit is dus een bevel modifier. En die kan je gewoon weghalen. t En dan is het oorspronkelijke blokje weer terug. En bij deze, die heeft al uh, ronde randjes. En dan kan ik dus niks meer weghalen. En dat is het mooie aan modifiers. Ze zijn non-destructive. Ik heb hier dit blokje geselecteerd. Ik klik hier op de bevel modifier. En voilà, hij staat erin. Maar wat je dan ook kan doen is uh, dingen instellen. En die instellingen zijn voor elk type modifier weer uh, anders. Kijk, je kan hier bijvoorbeeld een mount zeggen hoeveel uh, ronding die moet maken. En met hoeveel segmenten. En met uh, meer segmenten wordt die natuurlijk veel ronder. Maar is het ook uh, lastig voor de computer om te berekenen. Dus pas op als je hier een. Belachelijk hoog getal in gaat doen. Dan gaat hij die ongelooflijk veel segmenten maken. Dus super, super rond. En dan kan uh, Blender zelfs wel crashen. En hier de Angle over van nou bij welke. Angle moet je die modifier gaan de, de, de bevel modifier gaan toepassen, maar ik ga ook nog een filmpje maken specifiek alleen over de bevel modifier. Dat komt later wel. Wat je nu dus moet weten is dat het dus een effect is die je ook heel makkelijk aan en uit kan zetten. Nou, maar er zitten ook nog drie andere knopjes hier. En het eerste knopje is of deze modifier uh, gebruikt gaat worden in de uiteindelijke uh, render. En als ik dat zo in de viewport laat zien, dan zie je natuurlijk niet zoveel verschil. Maar het knopje daarnaast is of deze modifier moet worden weergegeven in de viewport. Dus nu zit er nog steeds een bevel modifier op. Maar ik zeg gewoon: laat maar eventjes niet zien. Misschien heb je wel superveel segmenten ingevuld. En uh, gaat Brand een beetje traag doen. Dan kun je even tijdelijk een modifier uitschakelen. En dan wordt het wel gebruikt in de render. Want dit knopje staat nog aan, maar eventjes niet in de viewport. En het andere knopje daarnaast is uh, voor de edit mode. Ik zit nu in uh, edit mode. En bij dit knopje kan je zeggen van hey, um, ik wil deze modifier. Dat je die ook weergeeft in edit mode of niet. Dus nu doet hij het wel. En nu dus niet. Um, in de volgende video, zoals gezegd, meer. Specifiek over deze bevel modifier. Maar wat ik nu nog wel wil laten zien is dat ze ook stapelbaar zijn. Nou, ik heb hier dit uh, knopje en ik ga er nog eventjes eentje aan toevoegen. Bijvoorbeeld een array modifier. Eey, en dan komt er nog opeens een blokje bij. En zo'n uh, modifier kan ik ook uh, inklappen. Dus even, al de instellingen kan ik even inklappen en dan krijg ik wat meer schermruimte. En dit is een array modifier. En een array, uh, een Nederlandse woord is denk ik rij. en rij maken. Je kan een heleboel rij maken. Dus nu maak je uh, nog meer blokjes en die kan je dus. Uh, count kun je zeggen hoeveel blokjes dat moet zijn en hier kan je zeggen in welke uh, offset die moet dat moet zijn dan um nou, iets meer ruimte ertussen. En die kan ook zeggen in welke assen en zo. En met zo'n array modifier heb ik dus nog veel meer blokjes gemaakt. En het grappige is, ik kan bij add modifier kan ik nog een array doen. Maar dan zet ik deze even op 0. En doe ik die, eh, de i-as op 1. En dan de count op die kant. <laughs> Moet je kijken. En dan heb ik dus super veel blokjes gemaakt. En eh, die zijn eigenlijk. Maar het is nog maar gewoon één blokje. En dat zie je ook hier aan de origin punt. Is, gewoon nog, dit is het gewoon het oorspronkelijke blokje met dus één origin punt. Al die andere blokjes hebben geen origin punt. Zijn dus eigenlijk geen echte objecten. Maar die worden gegenereerd en aangepast door die modifier. Ten eerste een bevel en dan twee array modifiers. Blijft lekker om te zeggen. Um, en op die manier krijg je dus heel veel... Uh, ja gratis uh, objecten, zonder dat je daar heel veel voor hoeft te doen. Je kan ook um, zo'n uh, modifier applyen. Dus dan ben je dus wel destructief bezig. Kijk, dat vind je dus hier. Vind je dus zo'n uh, drop-down menu, die staat uh, duplicate. Dan kun je dus hetzelfde modifier nog een keertje erin gooien. Maar dan zou ik iets als apply. En als ik daarop druk, apply, en ik doe ook op deze, apply, dan zul je zien dat ik nu dus één uh, groot mega object heb. En als ik dan deze ook nog eens een keertje op Apply doe, hoppakee, dan zijn al mijn modifiers weg. Dus dat betekent dat ik die bevel als het ware erin heb en ook uh, er gewoon één groot mega object van uh, gemaakt heb. De volgorde waarin je je modifiers plaatst maakt heel erg veel uit. En om dat te demonstreren heb ik eventjes een empty object erin gezet. Kijk, hier heb je hem. En ik selecteer bij mijn blok, blokje. Kijk, deze, dit blokje. Maar hé, met de bevel en array modifier zijn het heel veel blokjes geworden. En ik ga er een nieuwe modifier aan toevoegen. Dus ik klik hier. En onder die vorm, daar onderaan, vind je de wave modifier. En uh, je ziet wat er gebeurt. Um, ik ontstaat nu een soort van wave. En als ik even de tijdlijn helemaal naar het begin zet, dat is, uh, doe je hieronder. Ik druk hier op uh, play, maar dat kan ook met... Waar is die? Daar, <laughs> met uh, spatie. Dan zul je zien wat er gebeurt. En er ontstaat een soort golf door alle blokjes heen. Best wel vet, hè? Zo. Een soort uh, golf, een golf van golvende blokjes. En dat is eigenlijk heel veel gratis animatie... Van een heleboel blokjes. Als je dit met de hand zou moeten doen. om ze allemaal te vervormen één voor één. is ondoenlijk. Maar nu met vier modifiers achter elkaar. Eh, druk je gewoon op play. En je hebt al een heel erg cool effect te pakken. Nou, waar, waar was die empty dan voor? Dat kan nog cooler namelijk. Je selecteert hem en onder deze Wave Modifier. vind je hier de startpositie. En die startpositie kan je hier gewoon met de slider instellen. Maar je kan ook de empty gebruiken. om de startpositie te zijn. Ik heb hier zo'n eh, soort eyedropper heet dat. En daarmee klik ik op de empty, hop, en dan komt die empty dus uh, in de wave modifier te staan. Onder startpositie kiest hij dus dit empty object daarvoor. En wat er dan gebeurt, ik pak de empty en met g verplaats ik die. En dan kan je dus zien wat er gebeurt. En uh, de startpositie kan je dus die manier laten bepalen door de empty. Dus dan kun je niet alleen dat uh, door de tijd heen ontstaat er een uh, golf, maar je kan ook nog de positie van de empty... Uh, Animeren. Nou, over animatie zie je veel meer in de volgende video, eh, volgende deel ergens, maar dan weet je vast dat het kan. Terug naar die modifiers. Wat ik al zei, het. Uh, wat zei ik? Oh ja, de volgorde maakt heel erg veel uit. Want het doet nu eerst bevel, dan uh, array nummer 1, één, één rij, dan array nummer 2, de andere rij. En daardoor krijg je het hele tapijt van blokjes. Maar als ik die wave modifier helemaal bovenaan zet, poek, dan uh, gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Behalve, nou nee, niks. Ja, een beetje zo. Dan gaan de blokjes op deze manier dus uh, wobbelen. Oftewel het individuele blokje. Want hij heeft een blokje, die gaat hij eerst een wave modifier op doen, dan een mooi randje maken en dan gaat hij de array modifier omheen doen. Als ik deze dus onderaan zet, dan doet hij dus eerst een mooi randje maken, dan maakt hij al die blokjes en dan pas maakt hij de wave. Dus dat maakt nogal veel verschil uh, waarin je deze modifiers zet. Let er goed op. Deze modifiers kun je ook branden, inbakken, toepassen. En eh, het gewoon het Engels woord daarvoor is to apply. En eh, let ook eventjes op dat die volgorde waarin die modifiers staan is dus heel erg belangrijk. Dus eh, passen ook toe van boven naar beneden. Want als eerste doet hij de bevel. Dus ik, ik zeg op to apply. En dat betekent dus dat ik het dus aantal segmenten en hoe rond die blokjes moeten worden niet meer kan aanpassen. Want ik heb de modifier weggegooid. En hier kan ik ook de. Eerste array modifier applyen en de tweede modifier array modifier applyen en als laatste de wave modifier applyen en dan is hier mijn hele modifier stack uh, leeg en dan ben ik dus eigenlijk destructief bezig want. Nou, die settings en in de instellingen en de volgorde van de modifiers kan ik dus niet meer aanpassen. En dit is nu één groot mega-object geworden. Kijk, als ik op uh, de tijd verander, gebeurt er niks. En als ik de empty-positie uh, verander, gebeurt er helemaal niks. Uh, de vorm zit nu gewoon hierin gebakken. En het kan best handig zijn. Want als je op zoek bent naar gewoon wijze van dit als een soort van uh, blokjes C of zo. En ik wil gewoon een beetje de boel uh, een random. Bevorming geven is dat prima. Dan gebruik je gewoon even die modifiers en daarna pas je ze toe. Maar weet wel dat je dan daarna de settings daarvan niet meer kan veranderen. En uh, ja, sprekend over niet meer kan veranderen. Kijk, dit eenzame blokje wat nooit een modifier heeft gehad. Huilen. <laughs> <laughs> maar die heeft wel een uh, randje gekregen. Nou, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ik zal het nog even heel snel laten zien. Ik doe shift A, doe ik even mesh, doe ik gewoon even een uh, kubus. Die maak ik wat uh, groter. Ik doe ik even naar local view. Want dan bekijk ik even alleen deze kubus. En dan ga ik naar tab, uh, edit mode. Druk ik op uh, 2. En dan selecteer ik deze edge. En dan. Uh, kan je deze edge ook zonder die bevel modify een mooi randje geven? En dat doe je met de toetsenbordcombinatie Ctrl-B. Als ik daarop druk, krijg ik Ctrl-B. En ik beweeg mijn uh, muis. Dus ik, ik klik nergens op, maar ik beweeg gewoon mijn muis. En dan zul je zien dat ik op die manier, hoe verder ik mijn muis beweeg, hoe uh, meer rond die rand wordt. En als ik aan mijn muiswiel draai, kan ik ook nog kiezen hoeveel segmenten die uh, moet hebben. En dan uh, links klik om dat gewoon te bevestigen. En voilà, ik heb hier een rond randje gemaakt. Maar dat is dus een destructieve workflow. Want nu zit het er gewoon in. En uh, kan ik het uh, niet meer uh, aanpassen. Behalve natuurlijk door Ctrl-Z. Maar Ctrl-Z kent natuurlijk een keer een einde. Als ik even op A druk, selecteer ik alles. En dan druk ik weer eventjes op uh, Ctrl-B. En dan kun je zien dat hij dus op die manier. En uh, ik draai een beetje aan mijn muiswiel om het aantal segmenten te bepalen. En op die manier kun je dus best wel uh, snel een. Uh, mooi een rond randje aan iets geven. Zelfs helemaal rond maken. Nou, soort van. En uh, ik doe nu even een heel klein randje. En ik druk even op tap om uit te gaan. Dan kun je zien dat je mooi. Het licht valt er mooi op. Het is minder computer gegenereerd. Allright, dat was hem voor deze video. We op naar de volgende, nummer 27. En dan gaat ik het hebben over de Bevel Modifier. Ik denk, ja, maar die hebben we toch net al gezien? Nou, er valt nog meer over te vertellen. En dat vind je dus in de volgende video, nummer 27. En dan door met het Modifier Face: Subdivision Mirror Array, Array plus Curve Modifier, Boolean Solidify. Nee, Hele mond vol. Komt allemaal goed. Blijf kijken. Ik zie je daar. Maak iets.